mijn nieuwe vraag op straat. Het EK is begonnen en het Nederlands elftal is er niet bij. Terecht of onterecht, maar het is zo. Maar wie supporte Bredana nou eigenlijk? Bent u voor de Zuiderburen of andere grote landen? Welke wedstrijden kijkt u? En hoe beleeft u het EK nu zo zonder Nederland? Vraag op straat, vraagt het aan u. Niet zo minder. Je kijkt wel voetbal, maar niet zo uitbundig als normaal natuurlijk. Want het leeft niet zo op straat en niet zo in de stad. Op een wat andere manier, maar toch met veel interesse. We weten waarom Nederland het deze keer niet heeft gehaald. De reden is duidelijk, dus daarover kan geen enkele vergissing bestaan. Minder EK eigenlijk. Alleen ik moet wel zeggen, ik kijk wel vaak voetbal. Dus ik kijk wel. Alleen, ik heb geen favorieten, dus het is anders kijken. Lekker rustig. Maar u kijkt wel? Ja, af en toe. Niet echt zoals ik zou kijken als het Nederlands elftal speelt, dat niet. Toch minder enthousiast. Het is toch wat raarder om naar te kijken. Zo. De spanning is er niet. Maar ja, we maken er maar een feestje van. Treurig. Buiten alleen treurig, is het ook de wedstrijd die ik überhaupt al heb gezien, zijn ook niet echt vurig of een beetje saai zelfs eigenlijk. Nou, eigenlijk gewoon net als elke keer. Maar het is gewoon, nou ben je niet bepaald van één land, maar nou kan je misschien van meerdere landen zijn. En geldt dat voor jou ook? Ja, tenminste, ik denk dat toch iedereen misschien meer naar zijn roots terug gaat. Zoals ik ben half Duits, dus nu ben ik voor Duitsland. En vrienden van mij zijn bijvoorbeeld voor Frankrijk, omdat ze Frans zijn. Ik ervaar het minder eigenlijk, omdat Nederland, die doet niet mee. Dat is toch wel jammer eigenlijk, toch? Maar kijk je wel of kijk je niet? Ik kijk zeker. En welke wedstrijden kijk je dan? Vooral Engeland. Engeland ben ik wel voor. Ik ben zelf half Engels, dus. Oké, dus dat is logisch. En als ik de vraag aan jou stel, Breda was ineens massaal voor de Belgen. Welk land support jij nu? Ik stem voor Frankrijk, want ik stem niet, maar ik ben voor Frankrijk. Want ik ben zelf half Frans, dus ja, dat vind ik wel mooi om te zien. Waar de knapste mannen voetballen? België? Nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Spanje? Op dit moment denk ik eigenlijk nog geen enkel team. Je kunt merken dat men nog in het beginstadium is. Iedereen wil overleven om de volgende ronde te halen. Ik ben eigenlijk geneigd om wat sympathie voor onze zuidenburen, de Belgen, dus aan te wenden. Wat vind je, Spanje of Engeland? Nou ja, ik ben meer van het vinden dat de grote landen waarvan mensen verwachten dat ze gaan winnen, het juist helemaal niet doen. Dat vind ik juist het leuke. Dat bijvoorbeeld een Rusland snel uitgeschakeld wordt. En Portugal bijvoorbeeld gelijk speelt, Spanje gelijk speelt. Dat vind ik juist het leuke om te zien. Dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Dat vind ik wel het leuke aan het EK altijd. Dat het gewoon niet te voorspellen is. Ja, dan Engeland. Niet natuurlijk om wat er allemaal gebeurt in Marseille. Dat laten we helemaal erbuiten. Maar voetbaltechnisch, qua voetballers, vind ik dat dan wel het leukste om naar te kijken. Strijden wel voor elke bal, gaan er helemaal voor. Dat vind ik wel tof om te zien. Hetzelfde als de Italianen. De rest vind ik aardig tegenvallen tot nu toe.